Hoe betrouwbaar is de afkomst van je hond? Ik had deze beeld ook niet verwacht. Dat paspoort heb ik thuis gezien en dan heb ik gezien dat dat van Tsjechië kwam. Bano infiltreert maandenlang in een netwerk van Oost-Europese hondenhandelaars. Als dan blijkt dat er toch zorgen bij komen kijken, dan verschieten mensen daarvan. We kopen zelf te jonge honden in Slowakije. Ze dierenartsen hier aan mee. Dus, die paspoortjes. Wat het ongelooflijk veel geld waard maakt, is dit. Zijn de gegevens van een dierenarts afgestempeld? Dat is schandalig. Bano onderzoekt waarom Belgische honden misschien toch niet zo Belgisch zijn. Ik wil graag geloven dat het een Belgische hond is. Maar als ik zo al de verhalen nu hoor, dan denk ik misschien... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ons onderzoek start in Vlaanderen met het plan om een hond te kopen. Een populaire pup willen we, een beagle. Zult u wel toch momenteel een jaar moeten wachten, want wij hebben een ellenlange wachtlijst voor de nestjes die wij dit jaar nog plannen. Een jaar? Een jaar, ja. Ben ik dan zeker dat ik die hond heb, of niet? Dat hangt ook nog af van de situatie bij u thuis. Hoe lang moet de hond alleen zitten? Heeft u een tuin? Woont u op een appartement? Moet je wel zeggen, ik voel me een beetje als in een sollicitatiegesprek. En ik wil gewoon een hond kopen. Ja, ja. Maar zo werkt het bij u dus? Nee, zo, bij ons werkt het niet. En wij zullen het ook opvolgen. We kunnen onze beagle ook op een ander deel daarvan kon rondlopen in deze loopweides. De ideale leeftijd om een hond in huis te halen is volgens deze eigenaar 7 weken of iets ouder. Ik vind een hond 8-9 weken en dan als hij dan bij de klant komt, dan heeft hij nog een goede, dan neemt hij nog veel op. Als die 15, 16, 17 weken is, wordt die hond oud. Dan heeft hij te lang stilgezeten, dan zou hij jong bij de klanten moeten zijn. En ik vind dat heel belangrijk. Ook bij Marleen, de kleine hobbyfokker, kan je je bestelde pup na 7 weken ophalen. Hier kweken ze 30 pups per jaar, als de natuur mee wil tenminste. Skate, Teefje en Louis, en die zullen straks zakken. Dus na 63 dagen verwachten wij dan een nestje. Maar dat zal normaal gezien nu niet lang duren, hoor. Waarschijnlijk is nu wel een goede actie. Ja, voilà. Hoeveel ga ik dan betalen voor zo'n één pup? Bij ons is dat 1.000 euro voor een pup. Dus met alle bijhorende... Waarom zou ik in godsnaam een jaar wachten op een hond? Dat is toch heel lang? Zijn er wel mensen die dat kunnen opbrengen om zo lang te wachten. Maar er zijn dan natuurlijk ook evenveel mensen die niet kunnen wachten en die dat toch overgaan tot impulsieve beslissingen. Alle honden die we tot nu toe gezien hebben, zijn 100% Belgisch. Puff is geld. Of is een pootje. Toen we in de tijd nog importeerden van Oost-Europa, dan hadden wij een sterfte cijfer van iets boven 1%. En dat is te veel naar mijn goesting. Dat mag niets meer dood. De Belgische markt alleen kan niet aan de grote hondenvraag voldoen. Daarom is het logisch dat pups ook van elders komen, uit Oost-Europa bijvoorbeeld. Veel Belgische dierengroothandelaars bieden die pups wel te koop aan. Maar dat blijkt niet altijd zonder risico. We waren eigenlijk niet echt van plan om die een dag eigenlijk nog te zijn. En, allee, het was zo'n schattige pomeraantje. We zaten eigenlijk ergens. Ik ben maandag aangekocht, ben dinsdag naar mijn dierenarts geweest. En hij zei al direct van ja, van waar komt hij? Ik heb de naam vernoemd. En hij zei van ik hoop voor u echt dat goed gaat aflopen. Kleine Shiba Inu. In de dierenkliniek van Merelbeke blijkt zijn toestand kritiek. Op dit moment is het echt een beetje een moeilijke periode dat we moeten. Wat schat hier.
Dat is onze klein boeleke. Dus ja. Je staat ermee op. Alleen je gaat ermee slapen. Ik had deze beeld ook niet verwacht. Ik stond dagelijks dan in contact met mijn dierenarts. En hij belde mij dan nog om te zeggen dat hij het niet gehaald heeft. Het is allemaal zo snel gegaan. Ik heb die papieren meekregen. En dat paspoort heb ik thuis gezien. En dan heb ik gezien dat van Tsjechië kwam. En dan heb ik me natuurlijk direct vragen gesteld. Toen ben ik dat beginnen opzoeken op internet. En ja, dan zag ik dat dat niet oké was. Toen we dan thuis waren, hebben we eigenlijk de papieren pas te goed bekeken. Want we hebben die ook pas na onze aankoop gekregen. Waarop dat dan te zien was dat het eigenlijk een Tsjechisch paspoort was. En dan als we dat pas bekeken, stond er 4 maanden op. En dan bleek... Zeker de helft van de pups ofwel met zekerheid import zijn, ofwel hebben we een vermoeden. Als dan blijkt dat er toch zorgen bij komen kijken, dan verschieten mensen daarvan. Daar zijn ze niet op voorbereid, daar houden ze geen rekening mee. Ze kan soms onverwachts janken. Ja? Gewoon stappen. Bij beweging. Keer, ja. Of dat je een broek is kapot gekoopt, een ander. Allee. Dat is... Dat gaat veel verder emotioneel. En... Elk jaar worden in Vlaanderen ongeveer 15.000 pups verkocht met Oost-Europese papieren, ondanks hun slechte reputatie. Wij willen nu onderzoeken hoe die pups verhandeld worden tijdens de eerste weken van hun leven. Maandenlang geven we ons uit voor beginnende handelaars. De enige manier om een inkijk te krijgen in een zeer gesloten wereld. I'm starting my business as in the dog trade. And I want to know if you export puppies to Belgium. We willen zien hoe snel we een dozijn honden kunnen kopen. Daarvoor gaan we de lijst af van erkende exporteurs die mogen exporteren naar België. Maar het wereldje zit niet op ons te wachten. Maar oké, dus hij heeft geen interesse, want er is geen vertrouwen. We kunnen weer niet komen naar Tsjechië voor... Nou, dat wordt niet horen, maat. What kind of dogs are you selling? Oproep beëindigd. Het grootste verzamelcentrum in Slowakije is wel geïnteresseerd. Misschien omdat we 50 chihuahuas in één keer willen kopen. Let's say I want to buy 50 chihuahua. How much per chihuahua? 250. 250 per dog, for 50 dogs. Yeah. If I want to sell them here, they have to be quite young. Eh? Listen, in papers you know how old they are. Yeah, sure. Yeah, yeah. But in real, how old do you prefer? Because we have like 9, 10, 11, 12, even we have some dogs who are 30, 40 weeks as well. If someone needs dogs, then we send them. Okay. Al snel blijkt dat handelaars uit Oost-Europa aan de telefoon geen rekening houden met de wettelijke leeftijdsgrens van 15 weken. Pas dan mogen pups op transport. Matthias is niet verbaasd. Volgens deze hobbyfokker zijn honden jonger dan 15 weken veel makkelijker te verkopen. Maar reken van een 140 tot een 400 euro maximum voor eender welk ras. Je kunt... Ik heb partijen meer van Oost-Europa. Wij fokken nu alles zelf. Die wetgevingen die zijn zo moeilijk geworden. Ik vind 15 weken te oud voor een hond. Vandaag is Matthias zelf een kleine kweker. Zo'n 30 honden per jaar. Niet veel. Dus dat zijn de pupjes die ik momenteel heb zitten. Daar zitten nog 2 stafferpups bij. Die zijn enorm in trek voor de moment. En dan hebben we hier de chihuahuatjes. Ik verwacht ook dat die binnen een tweetal weken zeker allemaal een goed huisje hebben gevonden. De import uit Oost-Europa heeft ook een groot effect op een kleine kweker, zoals Matthias. Momenteel zijn er veel hobbykwekers die amper winst maken, die echt niet kunnen concurreren met de prijzen die uit Oostblok zitten. En er zijn veel klanten die echt enkel kijken naar prijs. Het belangrijkste is in feite het verschil in kwaliteit. En als dat nu al kan aangetoond worden, is mijn doel al bereikt. Dat willen we wel eens voorleggen aan de woordvoerder van Anizo, een organisatie van professionele hondenhandelaars.
Hij ontkent dat Tsjechische en Slovaakse honden meer problemen hebben. Centraal-Europa wordt nog altijd aanzien als een achtergesteld. In 2012 is er een afvaardiging van de Raad voor Dierenwelzijn naar Tsjechië en Slowakije geweest om ter plaatse zich te gaan verifiëren van hoe gebeurt dat hier. Zij zijn teruggekomen met een rapport waarin zij zeggen de praktijken die daar gehanteerd worden zijn goede praktijken. En op bepaalde vlakken kan België zelfs leren van de manier waarop ze het daar doen. Wij willen nu met eigen ogen zien hoe het gesteld is met de fokomstandigheden van de Oost-Europese pups. Na een rit van 15 uur zijn we in Slowakije. De eerste halte, een heel kleine exporteur van verschillende hondenrassen. Hallo. We doen ons voor als beginnende handelaars in honden die in België willen verkopen. Do you know approximately how much you will order on first order? You're not going to buy for 20 dogs, I guess. It's echt jong, onder de 15 weken. We buy them when they are 9-10 weeks old. Yeah. And you can receive them only about 13 weeks old. Ook hier zijn te jonge honden op papier geen probleem. Alleen, we zien hier geen honden. Die worden elders gekweekt. These are really getting more popular right now. Hij heeft ons zijn pupjes getoond. Hij komt uit een donkere kelder. Met een pup. Eén pup van 4 weken oud. De pup ging terug naar een donkere kelder. Ander beest, 5 weken oud. En de andere naam bracht hij ze altijd terug naar beneden. Naar een trap die in het donker te verdwenen. We mochten niet gaan kijken. We mochten niet zien waar de beesten echt worden gekweekt. Dus ik kon enkel aan de geur dat ik heb gehad, heb pup geroken, kan ik enkel terste vermoeden. Pups die uit een kelder naar boven worden gebracht, die hoogstwaarschijnlijk niets van licht zien. Ja, dan die perfect in de Belgische dierenhandels te verkrijgen zijn. 2 dagen, dat is veel te kort. We stellen ook vast, opnieuw, dat de honden te jong zijn voor transport. So now they are. Komen net van een van de grootste distributeurs van Slowakije. 500 pups per week. Vervoert hij het hele jaar door. En die heeft net tegen mij toe. Laten onze beelden zien aan advocaat Anthony Godefroy, de raadsman die onder meer Gaia verdedigt. Volgens hem is het risico op hondsdolheid hier groot. Hondsdolheid is een ziekte die in 99% van de gevallen dodelijk is. Om een voorbeeld te geven, ebola is maar in 40% van de gevallen dodelijk. Het is een ziekte die terug begint voor te komen in Oekraïne, in oorlogsgebieden. Dus dat rukt op vanuit Oost-Europa, vanuit Oekraïne naar Tsjechië, Slowakije en uiteindelijk naar ons via die Oostblokimporten. Mensen moeten echt beseffen dat het risicovol is om die Oostblokdieren te kopen als consument. Het is zeer belangrijk dat er een enorme controle is op de import. Want het is zo dat honden, Belgische honden zelf, niet meer gevaccineerd moeten worden. Dat zou zich mogelijk snel kunnen verspreiden. Hondsdolheid krijg je door een... Geen bang heeft van de controles. Hè? Dus dat de controles niet al te veel moeten voorstellen. Hè? Sinds 2015 is de wet verstrengd. Toch stijgt de import uit Oost-Europa weer. Gedetailleerde cijfers over het aantal Slovaakse honden krijgen we niet. Gelukkig hebben we een Slovaakse databank, waar we 90 vreemde tendensen. Ik heb in 2015 het aantal pups met een Oostblokpaspoort zien teruglopen, maar niet het aantal pups met een Oostblokprofiel. Dus daarin klopt iets niet. Het aantal pups met problemen die verzwakt zijn of die... Goed is. Maar als ik zo al de verhalen nu hoor, dan denk ik misschien... Ik weet het niet. Voor een handelaar is het eigenlijk verstandiger en minder risicovol om een Belgisch paspoort te hanteren. Dan is het hele traject niet meer opspoorbaar, niet meer achterhaalbaar. Ja. De beroepsvereniging Anizo ziet dat anders. Erkende Belgische kwekers, die spelen volgens hen het spel eerlijk. Maar de illegale zwartkwekers, ja,
die zijn een probleem. Men heeft meer dan 10, 15 jaar altijd op dezelfde nagel geslagen van de honden die geïmporteerd worden zijn slecht. De honden die geïmporteerd worden, worden allemaal ziek. Nu het feit, door daar altijd op te hameren, zijn er een aantal mensen die gezegd hebben, oké, we zullen van die buitenlanders Belgen maken. En op die manier hebben wij Belgisch aanbod en kunnen we die gemakkelijk verkopen. Dat Belgische pap... En komt terug naar België. Vroeger hebben we al undercover meegewerkt aan andere reportages. Maar deze keer heb ik gezegd van, het kan me niet meer schelen. Zou het lukken om van Slovaakse honden gewoon Belgische te maken? Dat willen we zelf uittesten met Matthias en een verborgen camera. De eerste stap is de zoektocht naar paspoorten en chips bij een bereidwillige bedrijfsdierenarts. Zet hem. Chips zou je doen, weet ik niet. Ja, chips, paspoorten. Maar ja, weet je wat je doet? Hou je ze daar vaccineren? Tuurlijk ga ik ze daar vaccineren. En toen de boekjes in plaats in de baring. En zo heb zij de grens over. In geen tijd geeft de dierenarts ons 10 blanco paspoorten mee. We betalen €540. Voor 140. Normaal is het rommel afgestapeld. Dat kan een assistent natuurlijk, ja. Dus, 10 paspoortjes, 10 registraties, dat is al dat. We kunnen nog met de zeven. Of ja, die 10 chips, hè? 10 chips? Ja, wat is het? We moeten dus een beetje net blijven, nee. Wat je nou doen? Met deze vooraf afgestempelde paspoorten kan je dus gelijk welke anonieme, niet gechipte hond regulariseren. Wat het ongelooflijk veel geld waard maakt, is dit. Zijn de gegevens van een dierenarts afgestempeld. Dus je kan eigenlijk eender welke hond registreren. Van waar die ook komt, hoe oud die ook is, welk ras die ook is. Geslacht doet er niet toe, je vult maar wat in. Ik kan dat niet vatten dat je als dierenarts deze documenten zomaar meegeeft. Dat je ze een oogje dichtknijpt. Goh ja, dat doet iedereen. Niemand is heiliger dan de paus. Een dierenarts kan dat. Zelfs al is het dan één die ooit in de gevangenis zat voor heling. Ik heb niet op de rand gelopen, maar ik heb er zwaar over gelopen. Laat duidelijk zijn, ik heb nooit fouten gemaakt in de uitoefening van mijn beroep. Niets verkeerd gedaan naar dieren toe. We vertrekken voor de tweede keer naar Slowakije met blanco registratiedocumenten en vaccinaties. We weten nu waar we honden kunnen kopen en Neil gaat mee als dierenarts. We willen aantonen hoe makkelijk het is om honden Belgisch te maken als je het wereldje goed kent. En ik denk dat in elke dierenhandel lopen kopjes rond. En dan loopt het fout natuurlijk, hè? En dan krijgen wij mee alles over onze kop. We proberen de volgende dag opnieuw, via een kleine erkende exporteur. Hopelijk is hij niet getipt. Deze keer durven we geen camera's mee te nemen. Maar het geluid, dat loopt wel. No chip. Okay. Uiteindelijk kunnen we 4 mopshondenpups... Ademen. Dat is stress. Je mag niet vergeten dat die hond net is weggehaald van bij de moeder. Van de Slovaakse pups Belgische maken is een fluitje van een cent. Dankzij onze papieren en onze chips. En de hulp van Neil bij chippen. Dit is grondgebied. We vullen de blanco paspoorten en de registratieformulieren in. En daarna zo snel mogelijk terug naar België. Moeite, bijna €2000. Als een goede huisvader hebben we 1 maand lang voor onze mopshonden gezorgd. Ermee gespeeld, ze ingeënt en hun quarantaine strikt gerespecteerd. De oogjes, mooi zuiver. We zijn nog niet aan het wisselen, nog allemaal melktandjes. Eerst even kijken naar de longsjes. Vindt goed. Vraag eens na. Zien dit er heel gezonde hondjes uit? Nu willen we nog zeker zijn dat onze 4 honden geen hondsdolheid hebben. Daarvoor moet een bloed getest worden in een officieel labo. Klaar om op te sturen. Bij 1 van onze mopshonden sloeg het vaccin ook niet aan. En tot slot, als u een Belgische hond koopt, vraag als koper naar het moederdier.
Want een paspoort zegt ook niet alles. Met de kleine Shiba Inu ging het net na het interview in Merelbeke snel bergaf. Ik heb dus een telefoon gehad nadat we daar juist gingen vertrekken. Dat hondje overleden was. En dan hebben we het hem nog. Omdat hij eigenlijk overal geïnfecteerd was met het virus. Dat is alles wat we nog hebben van hem. Dat is eigenlijk het eerste wat hij gekregen heeft van ons als speelgoedje. De kleine Shiba stierf uiteindelijk aan parvo, een zeer besmettelijke hondenziekte. Veel beter gaat het met onze mopshonden. Verkopen doen we niet, dat mag.